Papdepos. Hier staan we dan, jeugdprinsenpaar 2013. Ik als jeugdprins Stef, zoon van André en Hanny van der Heijden, achteruit het lijnt. De mooiste kant van het kanaal. Niet Antoine? En ik als jeugdprinses Nicole, dochter van Justin en Helma Kuipers, vanuit de Roost. Natuurlijk ook de mooiste kant van het kanaal. Niet Antoine? Gisteren was een hele mooie avond. Ik heb er zelf weinig van gezien. Probeer ik vandaag wel te doen. En het kan alleen maar mooier worden, denk ik, de carnaval. Het wordt supergezellig. Het was gisteravond al. En ik denk, als wij allemaal samen zo doorgaan, zoals we nu bezig zijn, wordt heel de carnaval echt super. Natuurlijk wil ik iets zeggen tegen de paplippeltjes en paplippelinnetjes. Ik heb het jorm met plezier gedaan. En gezien straks wat we hier boven kwamen, er stond een hele club. En daar mag Keldonk gegarandeerd trots op zijn. We hebben de voorzitter en ik willen ook taken erbij. Dat is jouw eerste taak, zit hij. En nou heb ik wel in gevonden, Didi. Ja, dat is de prinsencommissie, dus moet doorlichten. Uit die taak! Dat is een verwaasje, gasten, een rolspectie. Wat een nooie. Hé, vrekt een natnek! Onze prins in het dagelijks leven, du. We hebben er een hele andere voorstelling van, dus. Dat is één van mijn eerste taken. De prinsencommissie is goed nodig. Dat is wel goed op de hoogte zetten met één van jullie hier. Toen ik eindelijk van school af was, ben ik waar rond jullie. Ik denk, ik doe net als een papa en ik word ambtenaar, want die kwam soms nooit niet zo heel duur thuis. Ik ging daar solliciteren en toen vroeg die chef, kun je wel tot 10 tellen? Ja, natuurlijk, ik ben niet stom. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. En zit die kunnige ook nog beter dan 10? Ik zeg, ja zeker. Boer, wijf, kunning, bos. Ik word er meteen aangenomen. Nou toch nog eens even iets meer laten zien wat hun voor ons betekent.
hang de vlaggen uit, we dansen in de straten. Spring, lach en zoen, geef mij maar geldon. Liggen in het groen, dit is onze nieuwe prins. Zijn naam is Antoine, hij mag er zijn van lekker ding. Zo'n sympathieke man. Met zijn vrouw Marieke zet hij iedereen in brand. De paplippels in paplippeland. Zijn toch de schoonste, de Keldonse voetbalvrouwen. I'm sexy and I know it. I'm sexy and I know it. Zin. We rollen hem helemaal uit. Wij zien jullie graag morgen bij de receptie om 11 over 11 van Prins Antoine en Prinses Marieke, jeugdprins Stef en jeugdprinses Nicole.